Goedemorgen guys, leuk dat jullie kijken. Oh, mijn batterij is leeg. Het is naar een nieuwe video. Er was een periode dat ik was afgevallen, maar ik ben weer dik geworden tijdens quarantaine. Dus 2021 gaan we weer lekker aan de slag met gym en gezond. Ja guys, alleen sporten gaat je sowieso niet helpen. Je moet ook gezond eten. Dus probeer gewoon elke ochtend een banaantje te eten. Of een appel. Begin gewoon daarmee. En smoothies zijn ook echt kapot lekker. Ik heb zo'n smoothie apparaat thuis. Misschien moet ik die eens een keer gaan gebruiken. Dat is echt kapot cute. Echt zo'n schattige kleine smoothie apparaat. Dus dat gaan we doen. Pauw. Hand omhoog. Ik haat het echt als ik zo mongolisch doe dat de mensen buiten naar me kijken. Waar don't give a fuck. Gaddy. Oké, 2021. We gaan nu wel echt letten op onze eten. We gaan niet meer naar de Mac. Eén keer in de week. Eén keer in de week mogen we echt vies cheaten. Ja. Maar we gaan sporten en daarna gaan we kuppen. Ja, we gaan onze bindweefsel... Bij Suddenly Be Gone. De Wippelmeen. Ah, cool. Ja, ik heb een paar keer gedaan, mijn bindweefsel, maar ik heb echt zo hard geschreeuwd toen. Ja, maar je moet echt Ik heb echt veel bindweefsel, maar ik denk wel meer dan jij. Nou, we gaan nu lekker gymmen. Bij Red One. Dat is, was het niet je security? Ja. Ja, we gaan nu bij hem gymmen. Is mijn security. Zoals je een goede bodyguard nodig hebt, moet je daar zijn. Alsof iemand een bodyguard nodig heeft die naar mijn dingen kijkt. Nou. We gaan 30 seconden werken. Heb je even rustig of gaan wisselen? Ja? Oké, klaarstaan. 3, 2, 1 en working. Let's go. En goed. Juist, dat zijn ze. Kom op. Hold on. What the fuck is dit er? Come on. Hold on. I got to stop this motherfucking right now. Ja, 10 seconden, 5 seconden, 10 seconden en push. 5 seconden meenemen en omhoog, 5 seconden. En rust. 3, 2, 1 en go. Yes, go, doorgaan. En push. Jezus. Wacht voor nog 15 seconden nog, minder 10 seconden. Wat de bom. En work it, kom maar. Welke? Deze van? Deze. Oké, we go. 3, 2, 1, en we're good. Dit is niet strak hoor. Huh? Dit is niet echt goed op zich. Nee, maakt niet uit. Ga gewoon leuk. Goed spelen, go. Wacht. Ja, go. Ga
Ja, 5 seconden, kom maar. Die helpt elkaar, houd op spanning. Duw die heup omhoog, kom maar, push. Hey! Over. 2, 0, kom maar, 3. En je kijkt naar voren. 4, zodat je een neutrale onderdeel hebt. 5, goed zo. Ja man, ik ben wel echt sloop. Dit is wel weer de eerste. Ik zeg eerlijk, ik had 1. Grappig beeld van jou gemaakt. Kijken. Nee, het staat op je vlogcamera. Oh. Maar ik weet zeker dat mensen helemaal stuk zijn gegaan. Weet je wat is, ik zet altijd op social media de stukjes dat ik echt hard aan het trainen ben. Maar daarom ben ik altijd super lekker. Oh, ik ben echt gesloopt man. Dit is echt de eerste intensieve duim. Ging jij helemaal stuk om dat beeld van Fon? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Just checking. We lijken echt op 2 zwervers. We gaan nu naar Loogman even snel. Voor mijn auto. Want ik weet dat je Loogman. We gaan nu naar Loogman. En ik weet dat je Loogman. Want ik weet dat je Loogman. Oh. Loog, man! Yeah, yeah. Ain't getting the flow, it's getting nasty. He ain't keeping his hands up off my ass cheeks. I got something to give him and if he asks me. Yo guys, en welkom dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb net een pakketje gekregen van Osama. En hij heeft me een hele box gestuurd. Met eten. Sorry, ik ben echt buiten adem van de trap lopen. Ik heb jullie gezegd, 2021 ga ik weer gezond eten en zo. En hij verkoopt zijn eigen prep food. Gaan we nu openmaken. Oh shit, ik moet nog een story maken. Hey jongens, dit zijn de prep food. Het ziet er echt niet normaal goed uit. En op de achterkant staat ook hoeveel calorieën, vetten, natrium, koolhydraten, proteïne en calcium in zitten. En wat er precies allemaal in zit. For everyone who's trying to gain some weight or lose some weight. Bij Fit Life Company moet je zijn. In de link in de bio staat ook de website en hun Instagram. Bonneke vlog takeover. We zijn nu weer thuis bij Fon. We hebben die prep food binnengekregen gisteren. Dat heeft ze waarschijnlijk al verteld. Maar ik heb het nu pas gezien. Het ziet er echt goed uit. En ik heb nu net al ontbijt gegeten en nu lunch. Dus 2 achter elkaar, want ik was vergeten te ontbijten, dus ik kon meer eten. Maar Davinho is aan het stofzuigen. Goeie huisman, Davinho. Maar niet huisman. Hè? Goeie huisman, hè, Daf? Hij vindt echt lekker als je niet bent. Ja, hè? Wacht, laat maar eventjes gewoon even. Kijk de huisman hier eventjes goed zijn ding doen. Ik zag hem net ook al afwassen. Vuilniszakken doen. Ja. Goeie huisman. Ja. Vonneke doet ook heel veel hoor. Maar de balans is in ieder geval goed in deze relatie. Dat is wel mooi om te zien. Ik heb zo meteen een Zoom meeting en Fon die is echt kut werk aan het doen. Belastingen. Ik ga deze hele stapel doen. Om de batterij is op leeg. Ja, en de batterij van de camera is leeg. Maar goed, ik ga zo eten. Ik ga dit even afronden en dan gaan we jammen. Kijk, er komt zelfs nog een dwel bij kijken. Er komt zelfs nog een dwel bij kijken. Wat is er met die dwel gebeurd? Als je moet dweilen, zeg maar, dan kan je gewoon spontaan de necklace doen met die dwel, zeg maar. Spontaan de necklace. Hallo guys, goedemorgen. Ik kon vandaag gewoon niet wakker worden omdat ik gewoon echt geen energie had. Het is nu 1:30. Ik heb net mijn pakketjes ingepakt. Wat de kutte is,
Dat ik echt allemaal weer fucking brieven binnen heb die ik moet betalen. Ik word er gewoon zo fucking depressief van. Deze laatste dag heb ik echt geen energie gehad, man. Om gewoon dingen te doen. Op te staan. Ja. Wat ik soms echt mis in het leven, of nou niet mis, maar wat ik echt nodig heb soms, is gewoon mijn moeder die naar me schreeuwt van hé, ga mijn kamer op, doe dit, doe dat. Maar weet je, als je op jezelf wil, moet je gewoon die discipline hebben. Soms heb ik dat gewoon niet. Maar ja, gelukkig krijg ik vandaag mijn prep food binnen. Dus kan ik eindelijk weer gezond gaan eten. Want nu eet ik echt alleen maar shit. Precies, hè? Nu doe je. Je gaat weg. Ja, ik ga het gelijk. Bram, niet uitlaten. Ik doe maar uitgelaten. Dan moet ik ook goed blijven lachen. Ik ben aan het vloggen. Ja. Een hele goede middag. Voor mijn kristallen om naar de gym te gaan vandaag. Maar ik ga wel. Ik ben gisteren naar de gym gegaan. Moet jullie vandaag weer? Eigenlijk wel. Bravo, kom. Maar ik legde net uit dat ik deze dag gewoon echt geen motivatie en zin heb in dingen. Ja. Maar die dagen ben ik tussen zitten. En luister, de afwas is kapot veel. Moet ik dat allemaal gaan doen? Ja, voor jou. Ja, vandaag zit mijn haar echt goed. Ik ben echt blij. Ik ben nu bezig met mijn make-up. Ik ga echt nergens naartoe vandaag. Alleen, ik ga wel een paar TikToks maken. Want ik ben echt een beetje dood gegaan op TikTok. Dus ik moet wel weer even... Ik moet een scheen laten, hoor. Ik heb deze parfum gekregen. Deze ruikt echt niet normaal lekker. En ik hou ook echt van Montel. Ik heb deze. Deze is van Dove, maar die is nu ook van mij. Deze raak ik echt. Deze raak ik echt het lekkers. Tropical Boot. En deze, ja, deze vind ik meer mannengeur, man. In Intense Café. Oh ja, en ook deze. Maar die is ook meer voor mij. Nou, ik ga even mijn make-up doen. Kijk, guys, ik heb echt een coole spot gevonden in mijn kamer. Zodat je een beetje die licht erachter ziet. Een beetje bougie-achtig, je weet toch? Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Sorry dat ik 2 dagen niks gepost heb. Ik zit ook te denken om in plaats van elke dag een vlog up te loaden, elke dinsdag en donderdag. Ik heb ook zomaar deze wimpers opgedaan. Dat was echt alleen voor de TikTok. Wow. Gelijk ander mens. Maar ja, want ik merk gewoon aan mezelf. Kijk, ik moet gewoon vooruit werken. Dat ik veel content heb. Maar nu ben ik zeg maar gewoon elke dag. De dag zelf aan het uploaden. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik denk dat ik nu even ga switchen van elke dinsdag en donderdag. En dan als ik dan merk dat ik heel veel... heel veel video's en zo heb. Kan ik misschien weer switchen naar elke dag. Dus ja, ik hoop dat jullie het niet erg vinden. En tot de volgende video. Bye guys!